Goedemorgen, jij zit nog aan het ontbijt. Yes, ik wilde je heel graag uitnodigen voor de Turn Club. En ik dacht, ik maak een filmpje hiervan. Omdat jij misschien, misschien heb je een aantal vragen daarover. En dan kan ik dat aan jou uitleggen. En tegelijkertijd ook aan mensen die wellicht dit filmpje zien. Want nou, ik belde je al eventjes en toen zat je vol vragen. En halverwege het gesprek zei ik van, weet je wat, dit wil ik delen met anderen. Ja. Dus vandaar dat ik dit even wil opnemen. Ja, god, wat waren die vragen ook weer? Herinner jij je ze? Nou, ik vertelde dat we zeker mensen die al een tijdje aan het werk zijn, dus wat dan wel eens de mid-careers wordt genoemd, dat die vaak in spagaat zitten. Enerzijds wil je niet meer alleen maar gaan voor dat kortstondige succes. Dat volgende, je volgende voorstelling, je volgende cd-opname. Je bent eigenlijk op zoek naar van, hey, wat is nou die langere termijn? Wat zijn nou die grotere vraagstukken waar ik aan wil werken? Maar je bent ook wel afhankelijk van die kunstwereld waar je vaak je erkenning krijgt. Dus ik zie bij mezelf en bij andere mensen om me heen dat het eigenlijk heel lastig is om met één been in de gevestigde orde te staan en met de andere been gewoon midden in de wereld te staan. Mm-hmm. Een soort van splitsing die je voelt, die je ervaart. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd of dat ook voor jou geldt. Je hebt natuurlijk voorstellingen gemaakt, maar vaak zijn je voorstellingen gaan eigenlijk veel verder dan puur dat vlakvloertheater waar het allemaal moet gebeuren. Jij bent ook, je vertelde ook laatst dat je bij een, wat was het? Bij een bedrijf of bij een jaarvergadering zat. En daar met jouw kunstenaarsmindset als het ware, als toehoorder was, betrokken was. Ja, ik schrijf vaak live columns bij bijeenkomsten. Ja. Heel fijn vindt, omdat je dan echt merkt, toch wel merkt hoe je langzaam in de theaters mensen komen die je al leuk vinden, anders zouden ze niet komen. Dus, en dat is heel fijn bij In de Wereld schrijven, dat je gewoon merkt dat mensen geen idee hebben wie je bent en langzaam ontdekken wie je bent, waardoor je dat zelf ook weer opnieuw in vraag stelt en opnieuw kan ontdekken. Dus dat vind ik heel fijn. Dus dan ben je ineens niet gedekt door je reputatie, alles wat je hebt opgebouwd voor je theatercircuit? Niet gedekt, niet getergd, zeg nee, maar. Nee. Dus je hoeft ook niet op te boksen tegen de beste voorstelling die je ooit maakte. Dat vaak wel is. Ik las laatst een recensie van Wim Helsen, die kreeg 3 sterren. Toen dacht ik, ja, dat is omdat je Wim Helsen met Wim Helsen vergelijkt. En die is gewoon fucking briljant. Maar als je Wim Helsen vergelijkt met de rest van het landschap, dan krijgt hij 5 sterren. Ja, ja. Dus een soort van mechanismes treden in. En dat zijn ook wel mid-career mechanismes. Ja. Dat je een soort van tegen jezelf als jonge, ongenaakbare maker aan het aanlopen of op boksen bent. Toen je nog helemaal niks te verliezen had. Ja. Dus dat is wel iets wat ik zou zeggen waar ik wel mee bezig ben. En ik ben heel erg vereenzaamd door ik vind theater maken zo belangrijk dat ik niet wil dat iemand het ooit van me af kan nemen, waardoor ik een beetje de neiging heb om te zeggen, laat mij maar hier onder de tafel een beetje in een klein hoekje zitten, dan val ik niemand lastig, kan ook niemand me een haar in de weg leggen. Dus echt waar? Ja, dus daar heb ik over nagedacht, dat die solo's van de afgelopen jaren ook wel vanuit een grote behoefte aan onafhankelijkheid komen, maar wel, het doet me wel een beetje denken aan mensen die in de liefde een aantal keer gekwetst zijn en ook zeggen dan van, ik doe dat alleen, weet je wel? Ja, ik kan dit. Ik vind het heel erg om iemand te bellen en agenda's te trekken met de mogelijkheid dat een agenda vol is, dan dat ik het vind om voor 500 mensen te spelen. Ja. Dus dat is wel interessant iets, dat ik het publiek minder eng vind dan mijn collega's. Ja. En ik merk ook dat het verschrikkelijk moeilijk is. Ik probeer ook met een clubje bij elkaar te komen. Ja. Dat wij ook niet op de loonlijst staan, dat we dan opeens onze agenda's bijna oorwoud worden. Dus ik ben al 3 maanden bezig een avond bij elkaar te komen met 5 mensen. Ja. Dus dat is best wel, dat vind ik ook wel ingewikkeld. Maar ik heb een heel erge behoefte om die eenzaamheid te doorbreken. Omdat ik het geen artistieke
interessante motivatie vindt. Dat je het altijd wil kunnen doen. En dat ze het je nooit kunnen afpakken. Weet je wel, die houding is verdrietig. Want wat zou een gevoel van afhankelijkheid kunnen zijn in ons vak? Want er wordt altijd heel erg gehamerd op zelfstandig ondernemen, je onafhankelijke makers, autonomie, al die zaken. Dus het hele beeld van onafhankelijk zijn, nou, dat zit er volgens mij heel goed in. We zijn ook denk ik heel kritisch naar wat je wel en niet doet. Dus als er anderen komen met een vraag voor samenwerking van ja, past dit wel binnen echt de keuzes waar ik zo lang over heb nagedacht, de keuzes die ik wil maken. Maar dat is dus dat hele onafhankelijke. Maar zouden we ook afhankelijker kunnen zijn van elkaar? Nou ja, ik merk dus dat het grappige, paradoxale, Merlijn, is dat als ik die live column schrijf, dan ben ik bij een zit ik in zo'n soort van jaarbeurshal, weet je wel, met grote paarse ballonnen die ik zelf nooit gekozen zou hebben. En het dan de leerling centraal stellen, wat ik zelf nooit gekozen zou hebben. En er wordt gezegd dat ik er chocola van ga maken aan het eind van de dag, een uitroep die ik nooit gekozen zou hebben. Maar juist omdat ik allerlei context krijg die ik niet zelf kies, merk ik dat ik juist heel erg dicht bij mezelf kom. Ja. Dus juist door me over te geven aan het onbekende en anderen mij impulsen te laten geven, ontdek ik veel meer waar ik voor sta dan als ik in een soort lege ruimte met een witte vel naar binnen keer en echt ga zoeken wat ik nou echt wil. Dus voor mij is wel die live columns zijn echt wel begonnen vanuit een soort behoefte om me over te geven aan de wereld. En te ontdekken dat als je je overgeeft aan de wereld, dat je eigenlijk in de wereld jezelf sneller vindt dan als je je afzondert van de wereld. Ja, dus dan is juist het werk ben ik dus nog een beetje naar op zoek. Naar die ander die mij uit balans brengt en daardoor juist dichter bij mezelf. Dus het is dus ook geen tegenstelling dat als je in de wereld gaat en je wordt gevraagd ergens bij een congres of bij een bespreking van een organisatie te zijn, dat je dan niet meer autonoom bent, maar dat het dan toegepast werk is. Terwijl je in het theater... Ja, maar ik ben super autonoom. Dat is het grappige. Ik kan zo'n hele bijeenkomst... Kijk, ik heb het geluk, in mijn taal zit mijn autonomie. En taal die mag altijd bestaan binnen zo'n setting. Dus ik mis mijn decor niet, mijn kostuum niet, mijn schmink niet, mijn muziek niet. Ja. Dat is een voordeel wat ik heb. Ja. Maar ik heb het gevoel dat ik daar juist enorm autonoom kan opereren. En heel erg kan ontwrichten. Ik probeer op een, niet dualistische manier te ontwrichten. Dus ik probeer iets te doen wat niet iets ondermijnt, maar wel iets toevoegt, waardoor wat er bestaat wordt verrijkt. Oké, en niet, inderdaad. Dus ontwricht is inderdaad normaal gezien als iets wat een tegenkracht is. Terwijl de ontwrichtende kracht kan ook vanuit je binnen komen. En dat is eigenlijk ook het goede vragen stellen. Dat betekent ook als er uit jezelf een goede vraag komt, ontwricht je jezelf. En dat bedoel je misschien met niet dualistisch ontwrichten, is dat? Nou, niet vanuit kritiek. Dus ik probeer dingen op te merken. En dat wordt grappig genoeg wel vaak als kritiek gelezen. Omdat als je heel open naar dingen kijkt. Ik moet bijvoorbeeld vaak bij die live columns constateren dat er heel veel vrouwen in de zaal zitten en heel veel mannen op het podium staan. Maar dat is geen kritiek. Dat zeg ik dan gewoon. En de zaal gaat keihard lachen. Ja. Want iedereen voelt wel dat daar iets niet aan deugd. Maar ik probeerde steeds zoals een soort kind bijna zo open naar te kijken en te zeggen, ik was laatst bij een bijeenkomst in de Schouwburg, helemaal uitverkocht samen met Frans de Waal. Dat is gaaf. Ja, dat was heel gaaf en toen maakte ik een grapje van ja hoor, we hebben het hele tijd over dieren en er is niet één dier komen opdagen, wat zijn toch lui in zakken. Dat ze dan naar een avond die wij over hun organiseren niet echt komen. Als een soort parallel met wij hebben het in theater natuurlijk vaak over de lower classes en die zijn er dan nooit, dus ik dacht grapje met dieren te maken. En toen dacht ik opeens van, oh, maar er zijn natuurlijk wel dieren, want iedereen heeft leren schoenen aan op het podium. En toen dacht ik, oh, er zijn natuurlijk wel dieren, want iedereen heeft een dier gegeten, dus er zitten allemaal dieren in magen. Nou, gelukkig, ze zijn er. Ja. Dat is een wrange constatering, wat geen kritiek is, want het is gewoon waar. Ja. Maar, dus, en dat soort gedachten, daardoor dacht ik opeens, ik wil zelf geen leren schoenen meer dragen op het podium, omdat ik dit soort dingen wil kunnen zeggen. Maar ik had daar verder nog nooit over nagedacht. Dus juist in een context te zitten waar die ik niet zelf gekozen heb, merk ik dat ik veel meer kom bij wat ik vind, of niet zozeer vind, maar wat ik zie.
Nou, en doordat ik dat zie, die leren schoenen, zegt natuurlijk wel iets over wat ik belangrijk vind. Want dus, je vertegenwoordigt denk ik niet zozeer de kunstenaar, maar echt de mindset van de kunstenaar. Namelijk degene die observeert, maar achter de buitenkant kijkt. Die dus, ja. dus de buitenkant misschien, hoe zeg je dat, ja, doorprikt. Of daarachter dingen ziet die niet aan de oppervlakte liggen. Maar ook degene die die autonomie heeft, die dus niet gebonden is aan een bepaalde opdracht op dat moment. Van je moet hieraan voldoen. Nee, je hebt die vrijheid om ja, met die observatie. Ik moet de avond, aan het eind van de avond moet ik iets zeggen. Dat ja. is de opdracht. Ja. En ik de vorm en de inhoud komen wel vaak samen, want ik schrijf het live. Dus ik ben de enige op zo'n avond die niet van tevoren heeft bedacht wat ga ik zeggen. Dus in die zin vertegenwoordig ook wel een bepaalde intuïtie of een oprechtheid. Ja. Ik denk ook hardop na en ik heb die tekst nog niet doorgelezen zelf. Dus ik lees hem voor en ik ontdek tegelijk ja. met het publiek wat ik gelezen heb. Dus ik lach dan ook om mijn eigen grapjes. Wat ja. je niet meer doet. Ja. Als je die tekst hebt vastgelegd, ja. dan ga je juist verbergen dat je het ja. zelf ook grappig vindt. Maar als je voor het eerst leest van, oh ja, grappig eigenlijk dat ik dat vind, dan durf je dat dus nog te doen. En stel je voor dat wij als Turnclub deze principes veel meer de wereld in willen brengen. Dus het theater uit, maar gewoon midden in de samenleving, daar waar betere vragen moeten worden gesteld. Je hebt het heel vaak over vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken. En ik geloof dat die vragen misschien juist met een kunstenaarsmindset veel betere vragen kunnen worden. Stel als we dat ja, willen nou, doen. Wat ik interessant zou vinden is, als het van het niveau van, ik zal een voorbeeld noemen, ik was vrijdag bij in de Rotterdamse Orde van de Dag. Dat vind ik altijd wel leuk. Of tenminste, ik was al nooit geweest, maar ik vind het een leuke club. Ik ja. heb er op Oerol mee gewerkt. En het ging altijd over dat genderneutrale gedoe. Ja. En daar werden dan meningen over gegeven. Ja. En dat was dan een tegenmening tegen die mening. En toen was er een muzikant die had een medley gemaakt van allerlei nummers. En dat ging dan van when a person loves a person. Ja. En je voelt, daar zit iets wat raar is. Zonder dat hij zei, ik vind het stom of ik vind het leuk. Ja. Maar hij liet ons gewoon even, hij gaf gewoon even een soort van inkijkje in de muziekgeschiedenis. Ja. En je dacht in ieder geval, nou, die mensen die nummers geschreven hebben, dat waren geen vervelende seksistische mensen. Nee, dat was, nee, maar nee. dat is eigenlijk altijd plat als ik het zo samenvat. Ja. Want het was gewoon een gevoel. De zaal moest lachen en in die lach zat een soort, ja, gingen we op een ander niveau over die kwestie. Ja. Niet nadenken, maar ervaren. En dat ja. zou ik heel fijn vinden als kunstenaars konden. Maar dat kunnen kunstenaars, monniken, zenmeesters of kinderen zijn, wat mij betreft. Er zijn heel veel groepen, of depressieve mensen, of vluchtelingen, ja. die op een of andere manier ja. niet helemaal in het midden staan en een beetje daar buiten staan. Die kunnen volgens mij op allerlei manieren niet zand in de machine gooien per se, maar er een bekertje Fanta op zetten. Juist. En dat gaat niet vanzelf. Want volgens mij, die stemmen, die geesten, die zijn er. Die kunstenaars mindset, die zwerft rond door van allerlei mensen op allerlei plekken. Hoe krijgen we, wat voor voertuig hebben we nodig om dat veel meer op plekken te brengen? Ik bedoel, jij bent uitgenodigd zo nu en dan in zo'n rare congrescentrum. Er zijn nog veel meer plekken, juist ook plekken waar het hard nodig is, waar aan de toekomst wordt gewerkt. En waar die kunstenaars mindset, ja, waar mensen naar snakken volgens mij. Maar welk voertuig, hoe kunnen we nou een voertuig maken om daar veel meer die toegang te vinden? Tja. Ja, je moet op een of andere manier niet. Ik heb wel in mijn carrière volgens mij een soort niet bedreigend kunstenaarsimago. Wat volgens mij goed werkt. Ik ben niet eng. Ja. Dat is volgens mij belangrijk. Dat je op een of andere manier iets uitstraalt. Ik denk dat ze mij daarom durven vragen. Omdat ik iets uitstraal van iets vriendelijks. En wat ik zeg, een soort van met een kinderlijke blik ernaar kijk. In plaats van een kritische blik. Zal die kinderlijke blik ook zo heel
impliciet, maar even ontwrichtend kan zijn. Ja. Dus dat is volgens mij belangrijk. Ja, ik vind het lastig. Ik weet het niet zo goed. Zou je daar, want vrijdag gaan we bij elkaar komen als turnclub. Ik wil vooral op die avond heel veel luisteren naar de mensen die afkomen op de uitnodiging. Natuurlijk als eerste de vraag, kun je erbij zijn? En, Ja, dat is gaaf. De oppas is geregeld. Ja, oh, dat is heel gaaf. En wat zou voor jou de grootste vraag van die avond zijn? Wat zou jij eigenlijk willen weten van mensen die daar komen? Nou, ik ga een beetje doen wat ik net zeg. Als ik me niet in mijn eentje ga bezinnen, maar me overgeef aan iets, dan kom ik veel dichter bij wat mijn vraag is. Dus ik ga me gewoon laten verrassen door, door de avond. En dan kom ik op een veel betere vraag dan de vraag die ik nu in mijn echoend leeg huis formuleer. Ja. Ik vind het heel erg fijn om me bij mensen te voegen. En dat is al een vorm van... Ik heb me gewoon zo lang buiten die theaterwereld geplaatst. Of buiten die kunstwereld. Dat het voor mij al heel fijn is om gewoon bij collega's te zijn. Ja. Dus, ja. Ik kom van ver. Juist. Ja, en het zijn juist ook de collega's. Omdat volgens mij bijna iedereen, in ieder geval iedereen die ik spreek. Die is op eigen houtje midden in de wereld aan het opereren. Ja, weet je waar ik het wel over zou willen hebben? Over jaloezie. Hoe gênant ik dat ook vind. Ja. Want dat is voor mij een enorme geheim eigenlijk. Ja. Dat ik echt, en helaas is het Facebook gerelateerd. Ik heb het liever niet over Facebook, omdat het zo plat is. Maar ja, het is wel toch iets wat je leven op een bepaalde manier beïnvloedt. Maar ik vind het heel moeilijk dat ik zo kleinzerig ben. En dat ben ik ook wel meer geworden. Ja. Dat heeft ook wel met de kwetsbaarheid van wat ouder worden te maken, volgens mij. Er is ook in een subsidieaanvraag tegen mij gezegd, bijvoorbeeld, vroeger was je, de afwijzing van mijn vierjarige, daar stond in, vroeger was je relevant en nu is er een jonge generatie die zich door jou heeft laten inspireren en die zijn nu relevanter, wat natuurlijk extreem duur is. En ook een heel erg gewicht drijft tussen mij, ik heb natuurlijk al lang verzonnen wie die jonge generatie is, weet je wel, dus als die 5 sterren hebben, dan denk ik, oh ja, natuurlijk. Ja, weet je, dus het is ook nog een soort van... En dat is niet bewust, doen ze dat natuurlijk. Maar dat is wel wat er gebeurt. En dat is ook natuurlijk wat er in het kapitalisme gebeurt. Dat je mensen uit elkaar drijft om ze een soort prikkel te geven om harder te gaan werken. Ja. Dat vind ik wel verdrietig. Inderdaad, een prikkel om harder te werken. Een focus op altijd maar excellent en uniek en... de topproductie of de rising star. Dat is ook wel iets waar ik zo moe van word, die vernieuwingsdrang. Ja. Dat is mensen die zeggen, wat fijn, je zegt iets wat ik herken, maar meer, je moet iets heel nieuws anders zeggen. Terwijl ik denk, maar je vraagt gewoon niet van een vogel of die nu zoals een koe wil loeien. Ik vind het onnatuurlijk, die behoefte. En ik vind het heel tof als er kunstenaars zijn die dat vanzelf willen. Maar ik vind niet dat dat een soort van mal moet zijn waarin je inpast. Goed, ze hebben gewoon veel te weinig geld, dus ze moeten ook gewoon maar wat verzinnen. Nou, dat is het af te wijzen. En mijn afwijzing was helemaal gelardeerd met allerlei door advocaten ingegeven frases, omdat je ze niet moet kunnen suwen. Dus dat is ook gewoon stom. Je moet daar niet te lang natuurlijk naar zitten staren naar zo'n afwijzing. Maar ik merkte wel bij mezelf op van, oh ja... Nu word ik echt tegenover het veld geplaatst. Eigenlijk moeten we dit weigeren om zo altijd in die competitie te worden meegesleept. Ik denk, en dat hoop ik ook vrijdag, om gewoon ruimte te bieden aan elkaar. Om te kijken, wat kunnen we samen? Hoe kunnen we elkaar inderdaad niet zien als concurrenten of als spelers in een markt? Maar ik zou best wel eens een therapeutische sessie met z'n allen willen hebben dat iedereen iemand uitnodigt waar hij jaloers op is. En waarschijnlijk kom je dan allemaal ook nog bij elkaar uit. Iemand is die jaloers op mij is. Maar het is bij mij iets zo verborgens wat ik best wel op een of andere manier het daglicht zou willen laten zien. Denkt, als je er in je eentje achter je laptop, als ik gespeeld heb, meestal 's nachts om 1 uur, dan kan ik nog niet slapen. Dan ga ik even Facebook kijken of Twitter en dan word je gewoon helemaal
duizelig van de sterrenregens en de, ja, weet ik veel wat, allemaal voor toestanden. En ik zou het fijn vinden om te horen of anderen dat ook hebben, of dat anderen op een manier tegen mij zeggen dat het onzin is, waardoor ik me ook van bevrijd voel. Maar ik vermoed eigenlijk dat het een veel, dat het gênant is, maar dat veel meer mensen het hebben. En wat bij mij ook nog zo is, ik zou als iemand mij live in het café vertelt dat hij 5 sterren heeft, dan vind ik dat nooit erg. Dan denk ik alleen maar tof voor jou. Ja. Het is ook echt die attractie. Ja. Eigenlijk die PR-machines die maar moeten draaien, die niet alleen publiek informeren, maar ik denk ook de collega's of zo. Ja. En als je de persoon die achter die 5 sterren kent, die achter die 5 sterren zit, kent en ziet hoe hard hij gewerkt heeft, ja, dan vind je natuurlijk wat gaaf. Ja. Maar je ziet dat harde werken van elkaar niet. En het wordt ook zelden wordt dat gedeeld. Ik heb wel eens een debat meegemaakt, het was echt hilarisch. Dat ging over de dramatische stand van zaken in het theater. En dan ging elke programmeur en elke directeur ging zeggen, ja, het is inderdaad dramatisch. Bij ons gaat het heel goed. Ja. Maar ik zei omdat het verder in het veld heel slecht gaat. Dat ik ook, dan mocht ik dus een live column schrijven, gelukkig. En toen heb ik echt geschreven van, ja, wat is dit, jongens? We zitten hier met allemaal mensen bij wie het heel goed gaat te praten over dat het niet goed gaat. Als iemand nou eens durft te zeggen, het gaat niet goed bij mij, dan gaat het gesprek wel even een niveau dieper. Maar dat durft niemand toe te geven. En daarom gaat het ook niet goed, omdat niemand die kwetsbaarheid durft te laten zien. Dat hij zich kloten voelt, of dat hij het niet meer weet, of dat hij niet weet waar hij de energie vandaan moet halen, of dat al die fascinaties die hij moet hebben voor zijn subsidieplannen, dat hij gewoon godsmisselijk wordt van die soort fascinaties. Ja. Of van de thema's als milieu en diversiteit die hij moet benoemen, omdat hij anders ermee met zijn hoofd op zijn hoofd wordt geslagen. Weet je, dat vind ik ook zo erg. Ja. Dat diversiteitsmonster nu iets is waar alle blanke theatermakers elkaar mee gaan te lijf gaan. Ja. En dat je dan weet, maar nu heb ik echt een stok om mee te slaan. En als je dat niet doet, dan weet ik dat ik beter ben dan jij. Want ik doe het, weet je, dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling. Wij gaan niet alleen vrijdag, maar daarna natuurlijk ook een plek maken waar we juist kunnen werken aan een vorm van afhankelijkheid van elkaar, krachten bundelen. Kijken wat we samen voor elkaar met elkaar kunnen betekenen. Om uit dat hele schaarse idee en die absurde rat race om daar uit te kunnen stappen. En tegelijkertijd echt onze plek te kunnen vinden. En wat ik tof zou vinden is dat we niet alleen qua inhoud, maar ook qua inderdaad hoe we met elkaar omgaan. Een alternatief konden bieden aan het status quo. En dat heb ik vaak gesymboliseerd gezien, dat dus niet gebeurt. Een hele erge autoritaire machismo regisseurs die dan stukken gaan maken over anarchie of over vrijheid of over gelijkheid, weet je wel. Terwijl alle actrices uit de kleren moeten en ze het heel erg, juist op een hele traditionele manier die voorstelling maken. En dat vind ik altijd vreemd en ik zou het fijn vinden als wij op een of andere manier niet alleen in datgene wat op de flyer staat, maar ook de manier waarop we met elkaar omgaan en met onszelf omgaan, een soort van, in ieder geval zochten naar een alternatief. Dat hoeven we natuurlijk niet altijd te vinden, maar wel ook in werkwijze en communicatie met elkaar en communicatie met jezelf. Zoeken naar een alternatief voor de gevestigde orde of toevoeging daaraan. Ja. En nu vind ik inderdaad dat die red race is zo aanwezig dat je denkt, ja, kunnen we dan nog kritisch zijn als we er zelf zo onderdeel van zijn? Ja. Aan de ene kant natuurlijk wel, omdat je ook de pijn dan voelt. Dus je moet ook weer niet helemaal wereldvreemd worden. Aan de andere kant denk ik, je zit er zo in dat je niet meer, misschien moeten we voor elkaar ook een soort veiligheid geven waardoor we dat durven te zijn. Een beetje luwte. Ja. 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 Nou, dank je wel hiervoor. Ja, ik ga naar yoga. Goed zo. Ik zie jullie allemaal vrijdag. Ja, zeker. Heel fijn, dan gaan we verder praten. Ja, tof. Dankjewel, tot later.